besteden. Er was lang niet handig over de evacuatie. Vertellen mensen dat die niet vertaal. Er is geen sprake van anarchie tijdens de acties, zegt Robbie Berenstein, voorzitter van C47. Hij sprak vandaag op een persconferentie over de acties van de vakbeweging, het burgercollectief en delen van het bedrijfsleven. Deze acties worden dinsdag voortgezet. In plaats van bij het Kerkplein worden de mensen opgeroepen om bij Theater Uniek bijeen te komen. Berenstein vindt dat de acties alle drie dagen succesvol zijn geweest. Ik denk dus dat het signaal naar de samenleving en naar de regering met name duidelijk is geweest. En dat signaal is dus dat er een enorme ontevredenheid is. Die ontevredenheid die heeft zich geuit in het spontaan meedoen van, laten we zeggen, duizenden mensen aan onze protest demonstraties. Geen enkele vrees voor. En natuurlijk hebben we dus gehad dus dat. Nou, daar sta ik eigenlijk niet bij stil, laat ik me eigenlijk meer beleiden. Er op verschillende momenten is aangegeven. Ga je echt nergens meer naartoe kunnen. Je ziet het in Londen. Dat die groep zogenaamd geen eenheid vormt. Als je daar gaat over nagedenken, dan zeg je goede zaken. Wij zeggen, en we gaan niet ontkennen, dat er ongetwijfeld verschillen van inzicht zijn in benadering. Ja, hoe pakken we het probleem aan? Ja, hoe gaan we naar een oplossing van het probleem toe? Dat gaan we niet ontkennen. Dat is er inderdaad. De aswandam die daar ligt levert genoeg elektriciteit. Maar wat wel het geval is en wat wel duidelijk is, dat we een heel sterk bindmiddel hebben. En dat bindmiddel gaat ook zo blijven in het vervolg. En dit was in 2012. Berenstein vindt het jammer dat de regering het signaal van de acties niet oppakt. De pogingen om veranderingen te brengen in de situatie worden beantwoord met onterechte verwijten. Hij zegt dat er zelfs filmpjes circuleren, gemaakt door de regering, waarin mensen worden zwart gemaakt. Andere mensen, ja, die zijn duidelijk, bijna laat me het zeggen, gecriminaliseerd. Maar de zon die brak ook af en toe wel wat. En je ziet juist dat dat de weg is die de regering opgaat. Kijk, in acties ga je kleine opstootjes nimmer kunnen voorkomen. Primair moet u weten dat onze acties vreedzaam zijn. Die kleine opstootjes, die gebeuren er altijd. In plaats van dat men dat oppakt om tot het besef te komen van hé, het is een serieuze zaak met belangrijke groeperingen vanuit de gemeenschap, probeert men juist de zaak te brengen in een sfeer van we zijn anarchistisch bezig en al dat van laat me zeggen, oneigenlijke verhalen. Je moet hebben gemerkt dus dat de leiding van de actie, nadat de zaak zich heeft voorgedaan, terstond de mensen tot de orde heeft geroepen. En de boodschap waarvoor we daar waren, ook heeft afgegeven. Robbie Berenstein, voorzitter van C47. Hij benadrukte vandaag op een persconferentie dat er geen sprake is van anarchie tijdens de acties. Het was lang niet handig over de evacuatie.